Geweld hoort nergens thuis. Toch zijn ieder jaar 900.000 volwassenen en kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld of kindermishandeling. In het programma Geweld hoort nergens thuis hebben landelijke, regionale en lokale professionals tussen 2018 en 2021 de handen ineengeslagen om dit geweld te stoppen. Vanaf 2022 wordt Geweld hoort nergens thuis onderdeel van het programma Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Huiselijk geweld en kindermishandeling is een hardnekkig probleem. We zien dat het moeilijk is om de patronen van geweld ook daadwerkelijk te doorbreken. Aan de ene kant willen we het eerder en beter in beeld krijgen. En aan de andere kant willen we het beter kunnen stoppen en duurzaam kunnen oplossen. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen overal voor. Het is moeilijk zichtbaar en alleen op te lossen wanneer professionals uit verschillende organisaties goed samenwerken. Met elkaar, maar ook met de gezinnen waar het geweld speelt. Een valkuil in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is op dit moment nog steeds dat we te veel aanvliegen vanuit verschillende domeinen. En het gaat om gezinnen. Het gaat om een integrale aanpak. Je hebt elkaar daarbij nodig. Iemand die er voor de vader is, iemand die er voor de moeder is, iemand hulpverleners voor de kinderen, maar ook een strafcomponent, dus de politie, justitieketen en de zorgketen, maar ook een medische blik. Het doel van Geweld hoort nergens thuis is om geweld eerder in beeld te krijgen, te stoppen, duurzaam op te lossen en de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Vier pijlers zijn van groot belang gebleken. Integrale sturing, wat betekent dat bestuurders op allerlei niveaus goed samenwerken. Gefaseerd samenwerken aan veiligheid. MDA++ en het versterken van lokale teams. Ja, het mooie is dat wij in het gemeentehuis zitten met alle partijen van het lokale team. En dat maakt dat de lijnen heel kort zijn. En dat we heel makkelijk bij elkaar eigenlijk binnenvallen en even met elkaar sparren om te kijken van hey, hoe kunnen we nou deze problematiek tackelen. Hey, hallo. Kom even bij je zitten. Ja. De samenwerking met de gemeente is heel belangrijk, omdat zij uiteindelijk ook goed moeten weten wie zit er nu eigenlijk in het lokale team. De gemeente bepaalt ook het beleid en het werkt natuurlijk alleen het beste als zij ook goed weten wie wij zijn en wat we doen en hoe we elkaar daarin kunnen versterken. De samenwerking is fors verbeterd en in heel Nederland zetten regio's concrete stappen. Bijvoorbeeld met MDA++, een methode voor gezinnen met de meest complexe problematiek. MDA++ is een multidisciplinaire aanpak. De plus-plus staat voor intersectoraal en multidisciplinair. Wat het uniek maakt is dat je samenwerkt met verschillende organisaties. De politie zit vast aan tafel, een GZ-psycholoog kind en jeugd, een systeemtherapeut vanuit het forensische GGZ, veilig thuis, onderzoeker, iemand van de verslavingszorg en een kinderarts. Iedereen gelijkwaardig aan elkaar om te kijken van wat is er nou in dit gezin voor deze kinderen nodig om te komen tot die verandering op lange termijn. Naast de professionals zitten ook de gezinnen waar het om gaat aan tafel. Samen maken ze bijvoorbeeld afspraken met lokale teams die een sleutelrol vervullen. Dus dat geven ouders ook aan. Het is best spannend om hier te komen. Maar men loopt over het algemeen met minder spanning de deur uit, omdat je zelf kunt meepraten. De focus die professionals vandaag de dag hebben op de veiligheid in het gezin is niet vanzelfsprekend, maar wel cruciaal. Dit krijgt steeds meer aandacht. Een belangrijke verandering die we in onze regio hebben ingezet is het werken volgens de visie GFZIT Samenwerken voor Veiligheid. We merken dat de professionals door te werken volgens deze visie veiligheid nog meer voorop gaan zetten. Het betekent dat je in drie fases werkt. Eerst is er aandacht voor directe veiligheid, vervolgens voor risicogestuurde zorg en daarna wordt er gericht op herstel. Wat nieuw is, is dat we samenwerken met ervaringsdeskundigen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en zij geven het probleem een gezicht. Door hen krijgen we echt goed zicht op hoe we hulpverlening kunnen verbeteren. Door Geweld hoort nergens thuis hebben we geleerd wat werkt. Dit passen we in heel Nederland toe. Dankzij de inzet van alle betrokken partijen lukt het steeds vaker om geweld in gezinnen te stoppen. We moeten deze lijn doortrekken en blijven leren. Alleen dan kunnen we huiselijk geweld en kindermishandeling echt oplossen. Ik ben echt tevreden als huiselijk geweld niet meer bestaat. Wellicht is dat een utopie, maar een heel duidelijk doel voor mij en een heel mooi streven. Er zijn veel verbeteracties opgezet en we zien echt dat er een positieve beweging is om de aanpak te versterken. Maar we zijn er nog niet. Dit thema, huiselijk geweld, kindermishandeling, is een kwestie van een hele lange adem. Ja.